Centraal stond de vraag of Betty B. vooraf van de moord had geweten. Zelf deed ze haar mond niet open. Ze beriep zich op haar zwijgrecht, tot grote ergernis van advocaat-generaal Grimbergen. We hebben te maken met een verdachte die, terwijl zij een moord aanziet komen, geen vinger uitsteekt om de ramp die aanstaande is te voorkomen. Integendeel. Drie verdachten werden in deze zaak eerder tot celstraffen van 18, 15 en 12 jaar veroordeeld. Op 26 mei 1994 werd Tinka in een garage in Zevenbergse Hoek met een klauwhamer vermoord. Haar lichaam werd gedumpt in de Biesbos. Reden was dat ze uit het drugswereldje wilde stappen. Betty B. werd eerder vrijgesproken van medeplichtigheid. De zaak moest opnieuw worden behandeld, omdat een van de medeverdachten alsnog een belastende verklaring over haar aflegde. Het ging vandaag vooral over die betrouwbaarheid van die verklaringen. Bij geen van de van belang zijnde onderwerpen hebben de medeverdachten eenduidige en consistente verklaringen afgelegd. Ook niet in overwegende mate. Er zijn zoals aangegeven vele tegenstrijdigheden te constateren in alleen al hun eigen verklaring. Ook wanneer de door de been en Jack afgelegde verklaringen met elkaar worden vergeleken, is hier geen eenduidig verhaal uit op te maken. In gewone mensentaal, de drie veroordeelden hebben de afgelopen jaren alles bij elkaar gelogen en ze spreken elkaar tegen over de rol van Betty B. Het is nu aan het gerechtshof om daar een oordeel over te vellen. De vader van Tinka weet het wel. Wij zijn ervan overtuigd dat het een complot met vier personen is. En als zij dat etiketje schuldig krijgt, en in welke vorm dat van straf dan ook, dan hebben wij een tevreden gevoel. Als je hoort dat je kind is afgeslacht als een beest, wil je zelf ook niet meer leven. Met deze last is niet te leven. Ik blijf dan ook afvragen wat er in mensen omgaat die zondelict voorbereiden. Wat die mensen met hun onbezonde daad veroorzaken bij een vader, een moeder en een zus, beseffen ze niet. Of wel, en lieten ze gewoon koud.